Kees van Twist keert terug als directeur van het Groninger Museum. Van Twist ging in februari naar New York als een soort ambassadeur voor de Nederlandse kunst en cultuur. Hij zou 4 jaar in Amerika blijven. Maar Van Twist wilde de diplomatieke post voor de kunst verzelfstandigen van de ambassade in Washington. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was het hier niet mee eens. Van Twist besloot daarop gebruik te maken van de optie om terug te keren als directeur van het Groninger Museum. Want naar een vervanger was nog niet serieus gezocht. Nee, omdat toen eigenlijk al bekend was dat hij gebruik kon maken van een terugkomregeling. En dat was afgesproken met de Raad van Toezicht. En daar heeft hij nu gebruik van gemaakt. Ja, maar hij kon er gebruik van maken, maar u wist natuurlijk nooit zeker of hij het ging doen. Nee, dat weten we nooit. En daarom zei ik van, kijk, met Kees weet je het namelijk nooit. Het ene moment kan dit zijn, het andere moment kan dat zijn. En, maar het was natuurlijk niet weg. Het kon. Dus daar hebben wij eigenlijk ook wel rekening mee gehouden. Het publiek gaat op termijn zeker merken dat Van Twist weer op zijn post is teruggekeerd. Kijk, Kees is iemand die heel sterk een positie creëert en laat zien wat hij graag wil zien. En met de exposities die er gaan komen, er staan natuurlijk al een aantal exposities geprogrammeerd. Maar hij zal nu weer verder gaan met een nieuw programma te ontwikkelen. En daar zal het publiek zeker iets van merken, ja. Wat is de meerwaarde van Kees van Twist? Zeer creatief, exuberant, een gezicht hebben. En dat hoort ook bij het Groninger Museum. Kees van Twist hervat in februari zijn werkzaamheden.